Een hele goede middag, dames en heren. Fijn dat u weer aangesloten bent bij ons. En wij geven vandaag een webinar over de Cerra Ace Matic. Een vernieuwende cv-keten, mag ik wel zeggen. Mijn naam is Rick Bruins. Naast mij staat Dick van Dijk. Die gaat u zo meteen in beeld zien. Kijk, daar is Dick al. Dick, van harte welkom. Leuk om dit weer met jou te doen. Dank je wel. Ik kijk eigenlijk de hele tijd alweer naar uit om dit weer samen met jou te mogen presenteren. En we gaan het hebben over de Cerra Ace Matic vandaag. Een aantal huishoudelijke mededelingen. Als u vragen heeft, en ik hoop echt van harte dat u die heeft, stelt u die gerust in de chatfunctie. Er zitten experts klaar die de vragen van u gaan beantwoorden. En af en toe zullen wij ook in het webinar daar nog op terugkomen. U mag ons vragen stellen. Wij gaan u ook een aantal vragen stellen. Dat doen we met zogenaamde polls. En de eerste komt er nu al aan, omdat we heel graag willen weten met welk type of welk merk cv-ketel u eigenlijk het meeste te maken heeft op dit moment. Verder zullen we u de presentatie naar u toesturen afloop van deze webinar. En ook een link, zodat u het webinar nog een keer terug kan kijken of met collega's kan delen. Zoals ik al zei, mijn naam is Rick Bruins. Naast mij staat Dick, die u zometeen gaat meenemen in het kader van de Cerra Ace Matic. Waarbij we het vooral gaan hebben van, wat is het nou voor toestel? Het is de opvolger van de Cerra Ace. Een volgende stap in standaardisatie. Veel onderdelen zullen uitgewisseld kunnen worden met andere toestellen van ons. Hij heeft een aantal unieke eigenschappen. Nou ja, die eigenschappen die zijn leuk om te benoemen, maar ik vind eigenlijk nog veel belangrijker wat voor voordelen kleven er dan aan die eigenschappen. En daar gaat Dick u helemaal over bijpraten. Net als de benodigde installatieruimte, de specificaties, accessoires die erbij horen, om uiteindelijk weer op de voordelen voor uw klanten uit te komen. Ja, heel even kort gezegd, het Cerra Ace Matic, zoals ik al zei, dat is de opvolger van het Cerra Ace. Een nieuwe ontwikkeling en daarmee ook wel een unieke ketel. Is het dan werkelijk ook uniek? En dat is een vraag waar ik graag bij stil wil staan. En nog veel belangrijker, ja, als hij zo uniek is, wat is dan het voordeel daarvan? En om die vraag te kunnen beantwoorden, moet ik echt naar mijn collega Dick kijken. Want die is daar veel meer in thuis dan ik. Dus Dick, kun jij ons op weg helpen hiermee? Ik ga het proberen, maar het moet lukken. Ik denk dat lukt, ja, Dick. Zeker. Ik denk het wel. Zeker. Succes. Geen probleem. Goed, ja, we gaan jullie dus even meenemen om te kijken wat de unieke eigenschappen eigenlijk van dat toestel zijn. En u ziet al eigenlijk staan, de volgende stappen geven in standaardisatie en simplificatie. We hebben ook twee toestellen boven elkaar hangen. Die zit bovenaan de Avanta Ace. En daaronder daar zien we eigenlijk al de Cerra Ace Matic. En dan valt er wel direct op dat het eigenlijk toch wel een lookalikes van elkaar zijn. En dat is eigenlijk de uiting van de standaardisatie. Dat betekent dat we steeds meer eigenlijk de toestellen op elkaar zullen gaan lijken. Dat betekent dat het ook simpeler gaat worden voor jullie. En dat betekent ook zeer zeker voor een aantal onderdelen wat dat. Dus daar ga ik jullie verder in meenemen. Nou, buitenkant niet zo heel interessant. Laten we even kijken wat zit er aan de binnenkant in. En dan zie je best wel dat er een stuk herkenbare Remea techniek in zit. Natuurlijk is het het ACE-platform, wat we natuurlijk ook hier in deze Cerra Ace Matic meegenomen hebben. Maar ook de hele opbouw van het toestel. Want hij lijkt natuurlijk ook al direct heel veel eigenlijk op de Avanta Ace. En dan voornamelijk zien we dat natuurlijk ook aan de wisselaar. En daar kom ik straks nog heel even weer op terug. Betrouwbaar. Waarom? Omdat er een inzet is van beproefde onderdelen. En de materialen allemaal, ook daar gaan we straks nog wat verder op inzoomen erin. En veel onderdelen en accessoires zullen straks ook onderling uitwisselbaar worden. Nu is dat al een feit dat het Cerra Ace Matic al veel onderdelen uitwisselbaar zijn met de Avanta Ace. Maar ja, we hebben natuurlijk in de particuliere sector er nog één. En in 2024 krijgt de Calenta Ace ook een opvolger. En ook daarom zullen we zien dat er veel van deze onderdelen weer onderling uitwisselbaar zijn. Dat betekent heel simpel dat er minder onderdelen in de bus hoeven te liggen als je eens een keer een storing aan het toestel hebt en er moet wat vervangen worden. Dus dat is eigenlijk best wel een groot pluspunt. Ja, als we nou even kijken richting de unieke eigenschappen van de Cerra Ace, dan zien we eigenlijk het volgende. We hebben een zelf instellend elektronisch gasluchtsysteem, een diepe modulatie, 1-op-8... en een plug-and-play connector. Maar wat betekent dit nou? Nou, in eerste instantie dus even kijken naar het nieuwe gasluchtsysteem. Waarom een nieuw gasluchtsysteem? Het mooiste voor u is, als je een toestel hebt opgehangen en je gaat in bedrijfstelling doen, moet je kiezen, is het een toestel wat werkt op aardgas of is het een toestel dat werkt op propaan? En als je dat gedaan hebt, dan gaat hij zichzelf volledig helemaal in bedrijf stellen.
De hele afstelling verloopt helemaal automatisch. Maar u ziet er ook staan bijregeling. En als we naar de toekomst even gaan kijken, dan zien we natuurlijk dat we best wat variaties zullen gaan krijgen in de verschillende gassoorten. En als hij merkt dat er inderdaad een afwijking komt, regelt de toestel zichzelf automatisch steeds weer opnieuw bij. Dus dat betekent dat je een optimale zekerheid hebt qua afstellingen, dat je een blijvend hoger rendement hebt. Maar hoef ik er niks meer te doen? Jazeker wel. Meten is weten. En als hij door die hele calibratieprocedure heen is gelopen, even de meter erbovenin hangen om te kijken of de verbrandingsgassen wel de juiste waardes hebben. En dan heb ik nog twee tips voor u, de zogenaamde 2-5 minuten calibratietips. Klein beetje al verklapt hoe lang die calibratie gaat duren. Als die calibratie staat, heel belangrijk, niet onderbreken. En de tweede instantie, als je dat toch 5 minuten hebt, pak even wat gereedschappen vast bij elkaar. Dan kun je twee dingen mooi combineren met elkaar. Je had grote modulatiebereik, 1 op 8. We hebben altijd 1 op 5 gehad. En 1 op 5, dat betekent niets anders dan dat hij naar 20% terug kan zakken. En 1 op 8, dan kun je naar 12,5. Dus het hele bereik van de toestel is groter geworden daardoor. En dat betekent dat je dus minder starts hebt en daardoor ook minder uitstoot hebt van methaanslip. Want bij iedere start krijg je een klein beetje onverbrand gas wat meeloopt. En dat is eigenlijk een negatief effect op het milieu. Doordat je veel minder starts maakt, geeft dat een veel positiever effect op het milieu. En het jaarrendement van het toestel daardoor ook hoger is. En zeker niet onbelangrijk, hybride is natuurlijk op dit moment eigenlijk een mooi toverwoord. En daar zijn we volop mee bezig met de warmtepompen. En in combinatie met een hybride warmtepomp, bijvoorbeeld onze LGE's, is dat een uitstekende samenwerking. De plug-and-play connector. Aan de onderkant van de ketel en de mantel hoeft niet geopend te worden. Dat is eigenlijk de aansluiting voor u waar je eigenlijk heel makkelijk met je elektronische apparatuur op kan komen. Je ziet even dat kleine gele dingetje wat er in beeld staat. Dat is eigenlijk de plug-and-play connector zoals die aan de achterkant van het toestel zit. De pijl wijst even naar de rechter onderhoek. En dat betekent daar is die dus inderdaad in het frame opgenomen. En wat kun je er dan mee? Nou, als je hem inderdaad opent, dus je haalt even het rubbertje de weg daarin, dan zie je aan de rechterkant een aansluiting zitten voor gateways. En gateways zullen we straks ook nog even gaan zien wat de mogelijkheden zijn. Uitbreidersprinten eventueel die erbij zouden kunnen komen, die kun je daarop aansluiten. En natuurlijk de belangrijkste aansluiting is natuurlijk de connector voor het Smart Service Tool. Zodat je eigenlijk met je app of met je tablet de zaken kunt gaan uitlezen. Dubbele aanvoersensor. We hebben eigenlijk in het verleden altijd gezien dat je een aanvoersensor had en je had dan ook een maximaal thermostaat op die aanvoer zitten. Dat is niet meer. In de nieuwe elektronica zijn we afgestapt van de thermostaten. Dat betekent dat er eigenlijk 2 sensoren in zitten in 1 behuizing die allebei apart bewaakt worden. En dan heb je tevens de maximaal eigenlijk daar dus in opgenomen. Een waterdruksensor. Niet meer weg te denken natuurlijk in nieuwe toestellen. Je moet elektronisch kunnen aangeven wat je drukken zijn. Analoge meesters, dat is eigenlijk niet meer een beetje van deze tijd. Temperatuursensor voor het tapwater. Ja, dat is wel even een nieuwe variant. Het tapwater is natuurlijk zeker bij de particulier een heel belangrijk onderdeel. En als je een goede temperatuurregeling in het systeem hebt, dan moet je dus ook goed kunnen meten. En daarvoor zit er ook in de uitgaande leiding van het warm water een tapwatertemperatuursensor die dit allemaal dus keurig netjes in de gaten houdt en bijregelt. En dan hebben we natuurlijk eigenlijk een vernieuwd en eenvoudige te demonteren sifon. Nou is dat plaatje, dat is natuurlijk een beetje klein. Dus ik heb hem stiekem meegenomen, even onder mijn desk gaan kijken. Het mooiste wat we hier eigenlijk zien, is dat dit eigenlijk dat sifonnetje is. Je ziet daar keurig netjes 2 aansluitingen zitten. En daar zit eigenlijk het andere deel bij in, als ik die er nog even bij ga pakken. Dan zien we eigenlijk dit systeem zitten. Zo zitten ze keurig met elkaar. Als je wat wil doen, is het de kwestie van gewoon hem eruit halen. Je kunt hem schoonmaken, je kunt hem overnieuw vullen en je kunt hem weer terugbrengen. Kortom gezegd, geen moeilijke dingen doen, eenvoudig. Dat is het enige wat we hier eigenlijk mee kunnen. Nou, dat is eigenlijk als het gaat om het stukje van de nieuwe sifon die erin zit. Dat is denk ik een hele positieve stap. Ja, en ook het display hebben we wat aandacht gegeven. Die is, zoals ze dat zo mooi noemen, diapositief. En wat is diapositief? Eigenlijk een zwarte achtergrond met witte letters daarin. En dat betekent heel simpel dat die nog duidelijker is in het aflezen voor jullie. Maar wat denk je ook voor de klant? Die kijkt onwillekeurig toch op zo'n display. En die ziet getallen voorbij komen. Gelukkig staat er tegenwoordig bij oké. En oké betekent het is ook goed. Geruststelling voor de klant, alles werkt zoals het zou moeten. Ja, en dan de voordelen voor jou als installateur zijnde. Een makkelijke en eigenlijk op een gegeven moment een snelle installatie. Een extreem
servicevriendelijk. Presteert optimaal en uiteraard klaar voor de toekomst. Nou, laten we eens even kijken wat we hier eigenlijk dus inderdaad mee kunnen gaan doen. We gaan eerst kijken naar de makkelijke en de snelle installatie. Er zit standaard in de toestel natuurlijk uiteraard een automatische ontluchter, zodat we zorgen dat de lucht goed uit de toestellen gaat. Een terugslagklep in de mengbocht naar de brander toe. Er zit een terugslagklep opgenomen. Overdruk CLV-systemen kunnen we zonder meer daarop aansluiten. En ook als je natuurlijk een koppeling gaat maken met een WTW-systeem, dan is dat ook mogelijk. Dan heb je die terugslagklep nodig. Standaard zit die erin en je hebt ook minder verliezen als die stilstaat. Je hebt geen thermische trek. Het veiligheidsventiel, voor allen natuurlijk erg bij ons bekend, en moet in het toestel inzitten en zit er dus ook inderdaad in. En de sifon, net al even gedaan, maar de sifon zit in het toestel. Kijk maar even naar het toestelletje wat ernaast staat. Je ziet echt die sifon aan de zijkant keurig netjes ingestoken. Steek dus niet meer onder het toestel vandaan. Ja, en dan hebben we die gecombineerde sifon. Ik liet net eigenlijk al eventjes de voorkant zien. Maar ik ga het er nog heel even om er weer bij pakken. En dan zie je eigenlijk als je hier naar binnen toe kijkt, dat we hier eigenlijk de condensopvang van de ketel hebben zitten. Die zit aan de bovenkant. Er zit een condensopvang van de luchttoevoer. Dat is eigenlijk dit slangetje. Ik zal straks nog een plaatje even van laten zien. En het veiligheidsventiel, ook die zit hier aan de onderkant, zit die direct daarin. En dat betekent eigenlijk dat alle aansluitingen nu op één afvoergedeelte zitten. En dat betekent eigenlijk dat je dus ook maar één aansluiting meer hoeft te maken. Vroeger moest je dat veiligheidsventiel nog apart aansluiten. Dat hoeft niet meer. Alles zit nu standaard in één aansluiting. En uiteraard, om het makkelijk te maken, hebben we natuurlijk ook nog eens een keer een compleet een mooie slang erbij meegeleverd. Dat je hem direct ook af kunt voeren erin. Allemaal meegeleverd in hetzelfde systeem. Elektrische aansluitingen. Als je dat instrumentenpaneel naar voren klapt, kom je dat gele dekseltje tegen. Nou, het beroemde gele dekseltje, als je die open doet, dan zie je daar de aansluiting. En wat kun je erop aansluiten? Op de Airbus-ingang. Alle thermostaten, e-twist, open term, aan, uit. Als ik kijk naar de buitenvoeler, T-out staat er keurig netjes bij. En dan heb ik nog een TDHW. En dat is eigenlijk een boilersensor. Nou, het is een combiketel. Ik heb geen losse boiler erbij. Dus die heeft in dit geval dus geen functie. Het sifonvulhulpje. Ja. Dat is eigenlijk ook best wel een heel leuk ding. Wat is dat dan eigenlijk? Nou, het is eigenlijk een mooie dop. Ik heb hem ook maar even meegenomen in de praktijk om echt te laten zien dat hij niet anders is op het plaatje. Het is deze hele mooie variant die je hier ziet staan. En eigenlijk zit hij erin om bij het transport, bij levering, ervoor te zorgen dat de wisselaar eigenlijk goed op zijn plek bij zit. Alleen, als hij nou hangt, voordat je dat ding eruit haalt, pak even een flesje water. Want er zitten gaatjes in. En als je aan de bovenkant op het toestel even in die gaatjes keurig netjes het water doet, dat zit in de rookgasafvoer, dat loopt keurig netjes naar beneden, loopt in de sifon. En dat betekent eigenlijk dat je heel makkelijk je sifon kunt vullen zonder dat je eigenlijk hem uit het toestel hoeft te gaan halen. Komt er water aan de onderkant uit, zit de sifon vol. Vanzelfsprekend is het daarna natuurlijk wel belangrijk dat je die rode dop eruit haalt en daar de rookgasadapter natuurlijk gaat plaatsen die ook in de verpakking wordt meegeleverd. Ik zit heel even te kijken, Wim, want volgens mij hadden we ook nog een nieuwe polvraag. Klopt dat inderdaad? Ja, die polvraag die zal nu bij u in beeld komen. Daar is de polvraag al. En tot die tijd, denk ik, ben eigenlijk wel onder de indruk hoeveel nieuwigheden je toch in 15 minuten kan presenteren. Dat vind ik echt wel indrukwekkend. Ik heb wel even één vraag aan je. Je hebt het nu eigenlijk over de voordelen voor de installateur. En die zijn wat mij betreft glashelder. Maar wat heeft de consument daar nu aan, de eindklant? Ja, eigenlijk weet je, het is de allernieuwste techniek die er natuurlijk weer in zit. En laten we eerlijk zijn, je gelooft het niet. Maar iedere keer als je weer een stapje verder gaat, zie je toch dat de toestellen weer energiezuiniger worden. Ik heb al een paar aspecten net alweer heel even aangelaat. Zeker die modulatiediepte die daar weer in zit. Gaat nog verder iets naar beneden, dus wat minder starts. Dus al met al, ja, het is eigenlijk, laten we zeggen, het is techniek. Techniek staat nooit stil. En dan heel langzaam en zeker zie je toch dat het omhoog gaat. Grote revoluties uiteraard niet meer te verwachten. Maar deze varianten, ten opzichte van een oudere gezien, denk ik, ja, het zijn toch weer een aantal dingen die toch weer vernieuwend zijn. Mooi hè, geen revolutie, maar evolutie. Ja. Steeds zuiniger, steeds veiliger, steeds comfortabeler. Ik wil toch even stilstaan bij de polvraag. Hè. Welk type cv-ketel van Remea vind je het prettig om te installeren? Er zijn toch twee typici daar boven uitspringen, de Avanta en de Cerra. Ergens verbaast me dat ook niet echt. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet. Maar ja, wat is jouw, herken je dat mensen graag de Avanta en de Cerra
installeren. En hebben wij in deze ontwikkeling ook daarvan geleerd en iets meegenomen? Nou ja, eigenlijk dat zie je natuurlijk wel een aantal dingen gebeuren. Hè. Laten we heel eerlijk zijn, Avanta is denk ik de meest populaire die we hebben gezien. Dat zag je ook al in die poll, hè, dat er heel veel in staan. Dat betekent dat het natuurlijk een toestel die enorm lang heeft gedraaid. Het voordeel daarvan was, hij was klein. Maar het had ook een klein beetje te maken met de roestvoorstallen wisselaar. Het was iets nieuws, dat hadden wij helemaal niet toen in die tijd. Nou, wat je nu zo meteen ook ziet, is dat ook de nieuwe CRS Matic ook die roestvoorstallen wisselaar heeft. En dat betekent dat is eigenlijk weer een stap die je dan toch weer gaat maken daarin. En zo zie je eigenlijk heel langzaam maar zeker dat we eigenlijk van twee toestellen langzaam maar zeker de beste delen allemaal steeds weer pakken. Ja. Wat eigenlijk ook natuurlijk de vraag de markt is. En dat we die heel langzaam maar zeker eigenlijk dus steeds verder evolueren. Het toestel wordt steeds robuuster eigenlijk, hè, kan je nou zeggen. Ja, in feite wel. Ja, ja zeker. Ja, ja, mooi. Absoluut. Perfect. Ik zal niet meer tijd van jou afsnoepen. Dus ik zeg, pak hem weer op en verblijd ons met nog meer nieuwigheden. Goed, dan gaan we weer verder. Weg bij Sivonovje. Even naar het extreem servicevriendelijke, wat natuurlijk ook voor jullie als instructeurs best wel heel belangrijk is. Ruimte in toestellen. Je ziet ook, hè, we hebben hem opengemaakt hierin. Er zit veel ruimte in het toestel. Je hebt een hele goede toegankelijkheid. Alles kun je vervoer doen. En aan de rechterkant zie je ook dat er echt nog wat veel ruimte in zit. En zeker de mensen die Avanta Acer wel een keer hebben geplaatst, die weten dat wel. Daar is nog ruimte eigenlijk voor een expansievat. Daar ga ik straks nog wel even iets meer over vertellen. Voor buitenland is het belangrijk, moet hij er altijd in zitten. En voor Nederland is het ook nog een accessoire straks. Maar daarover straks nog wel even wat meer. De plug-and-play connector hoort natuurlijk ook bij dat servicevriendelijke. Dat je ook direct op een gegeven moment ook je apparatuur keurig een keertje kunt aansluiten om dingen uit te lezen. Een drukzender met een actieve melding. Ik heb al gezegd, die waterdruksensor die is natuurlijk onontbeerlijk, die zit er ook in. En tot 0,8 bar zal er niks gebeuren. Komt hij op 0,8 bar, geeft hij een melding. Pas op, je moet bijvullen. Gebeurt er dan wat? Nee, nog steeds niks. Hij gaat keurig netjes, kan hij nog zakken naar 0,6. Bij 0,6, dan zegt hij, oké, dan ga ik even in een blokkering. Dan moet je er naartoe, dan moet je bijvullen of de klant die moet dat doen. Vraag is alleen, wil je dat? Kan dat anders? Ja, dat kan ook anders, want we hebben in de accessoire hebben we natuurlijk ook nog een automatische bijvullenrichting. Als je die gaat plaatsen, dat betekent dat je keurig netjes ook aangegeven bij welk moment wil je dat die bijgevuld wordt, tot welk niveau mag die dan bijvullen. En heel vaak, als ik hierover praat, dan krijg ik vaak, ja, maar ik weet het niet of ik dat wel moet doen. Want straks op een gegeven moment, dan is er ergens een lekkage in de woning. En dan heb ik het hele huis straks onder water staan. Of als het expansie van de VK bij spreken, dan blijft hij maar bijvullen en blijft hij maar bijvullen. Dat gebeurt niet. Als die bijgevuld is. En binnen 90 dagen na die vulling op een gegeven moment, dan zie je dat hij weer bij moet vullen. Dan doet hij dat niet. Maar dan geeft hij wel een melding. Dan zeg je, luister eens, ik moet even komen kijken, want hier klopt iets niet. Dus een automatische bijvullenrichting, zeker een aanrader om niet onnodig naar een klant toe te moeten rijden, om eigenlijk dat nog weer even moeten gaan bijvullen. Kost tijd, we hebben al het tekort aan technische mensen, dus allemaal al denken dus over na met een klant of ze dat inderdaad als eruit vooruit zullen willen geven. Ander punt is, toestandsafhankelijk onderhoud. Eigenlijk in de volksmond genoemd de ABC-meldingen. Die zitten hier natuurlijk uiteraard in. Die kun je gebruiken. Je kunt tegenwoordig ook zelf je interval gaan bepalen. Kun je zo in de software kun je die ingeven. En als je bij wijze van spreken in een woningbouw zit, een woningbouwvereniging, dan is het misschien niet handig dat die je doet. Dan kun je hem nog eventueel uitzetten. Dus al die mogelijkheden die zijn er gewoon. Ja, dit is natuurlijk iets wat eigenlijk niet meer weg te denken is. Het beheren op afstand via Gemea Connect. Hoe mooi zou het zijn als je een toestel hebt en dat je een mailtje krijgt als er een probleem ontstaat. En dat kan. Dat kan eventueel als er een e-twist op het toestel gekoppeld is. En dat kan ook via de Gateway 30. Gateway 30 doet het via GPRS. Dan ben ik niet afhankelijk van de wifi van de klant. In e-twist dan heb ik natuurlijk wel de wifi-verbinding nodig. En nu is het zo, als je je aanmeldt via MedaMea en je kan de toestellen daarin opnemen, dan krijg je die melding. Dan krijg je dat mailtje en dan kun je actie daarin gaan nemen. Ga ik verder kijken naar de toekomst, zul je zien dat ook hier de volgende stappen aankomen. Want ook vaak is zo'n storing hier die dan optreedt een kwestie van een instelling die aangepast moet worden. Nu moet je er nog naartoe en straks kunnen we dat gewoon eigenlijk vanuit de laptop ook gaan doen. En dat zijn allemaal mogelijkheden die in de komende jaren eigenlijk dus er steeds meer bij gaan komen, omdat we natuurlijk sneller willen gaan handelen erin. Eigenlijk waarmee je Connect, het beheren op afstand, wordt een hele belangrijke variant, ook zeker in de particuliere sector. Een opvangbakje voor water uit de luchttoevoer.
Ja, daar hebben we eigenlijk bij de Avanta hebben we daar natuurlijk enorm van geleerd. Want je ziet onder bepaalde omstandigheden dat er toch wel eens condens in de luchttoevoerleiding zou kunnen komen. Als die druppeltjes naar beneden komen, die wil je niet in je toestel hebben. Tegenwoordig zit er keurig een opvangbakje onder met een slangetje. Ik liet hem straks heel even zien op de sifon. Aangesloten op de sifon is er wat en de druppeltjes worden te groot, worden ze automatisch afgevuld naar de sifon. Dus die problematiek hebben we dus eigenlijk helemaal opgelost hiermee. En de veiligheidsventiel, ja, daar heb ik het al over gehad, maar die veiligheidsventiel is nog wat anders. Je ziet daar eigenlijk die gele dop op zitten. En eigenlijk is dat een soort aftapkraantje. Moet je de wisselaar een keer aftappen, dan kun je eventueel daar gebruik van maken. Als je dat gele open draait, dan is er een parallel leidingje langs eigenlijk het veiligheidsventiel heen. Die keurig netjes het water afvoert via de sifon. Dus kort gezet, moet die afgetapt worden, je hebt geen slang bij je, kun je die eventueel nog eens aftappetje gaan gebruiken. Nou, dit gezien hebbende zie ik eigenlijk op een gegeven moment dat er weer een hele mooie polvraag voor mij in de vraag staat. Dus ik zou Rick willen vragen van, wat wil je nog vragen? Ja, nou ja, mensen vragen thuis dingen aan ons en polvragen stellen wij weer. En de vraag die we nu gaan stellen is de vraag van, joh, wat vind je nou een heel prettig toestel om service aan te plegen en onderhoud aan te plegen? Net hadden we het echt over de installatie. En nu een vergelijkbare vraag, maar dan over de servicebaarheid. En ik zie nu al dat de Avanta daar met kop en schouders boven uitstreekt, boven de rest. En ook heel eerlijk, dit zal mij en ook jou niet verbazen, nee, niet. Dick. Nee. Als we het toch over die Avanta hebben, ik krijg wel de vraag van, joh, wanneer pas je nou een Avanta toe en wanneer een Cera Acematic? De een weten we is meer bedoeld voor de particulier en de ander meer voor woningcoöperaties. Maar ja. Kan je daar toch een paar woorden aan wijden wanneer je nou die Cera Acematic gaat gebruiken of wat de specifieke eigenschappen zijn waarbij die zich onderscheidt van de Avanta Ace. Ja, en je ziet toch wel dat er wat hele kleine nuances zitten. En straks aan het eind zullen we ook nog heel even zien, hè, dat we gaan wel kijken naar dat tapwaterprofielen. Dus je ziet dat daar wat kleinigheidjes in zitten. Dus je ziet wel onderling dat er terdege wel wat verschillen in zitten. Mm-hmm. Maar ze worden, in dit geval worden ze inderdaad wel wat kleiner. Dat moet ik inderdaad wel met je eens zijn. Aan de andere kant, ja, als je ziet hoe nu eigenlijk dat we zitten met die sifon, die veel makkelijker is als wat dat nou net eigenlijk bij die Avanta Ace alweer was. Ja. Omdat we ondertussen ook daar weer door geëvalueerd hebben, zou ook weer reden kunnen zijn. En we zeggen, ja, dat vind ik toch wel handig, dus ga ik die ook oppakken. Maar het is ook heel eerlijk gezegd, want dat hebben we volledig heel vaak gezien, ook des installateurs, hè, wat ze echt willen doen. Dat ze zeggen, joh, ik zweer bij dat toestel of ik zweer bij dat toestel. Ja. En dat hebben we ook gezien op het moment dat bepaalde onderdelen en toestellen niet leverbaar waren. Hè. Nou, switchen men wel eens even. En dan later dan zag je toch dat ze wel weer teruggingen. Want ja, ik heb dat zo vaak gedaan, ik vind dat zo leuk, dus ik blijf daarbij. Herkenbaar, hè? En ondanks dat de toestellen Avanta Ace en Cera Acematic uiterlijk op elkaar lijken, zijn er intern wel degelijke verschillen. Ja. En is het ook aan u natuurlijk om de keuze te maken welke u in welke situatie gaat toepassen. Ja, optimale prestaties. Diepe modulatie, 1 op 8, heb ik eigenlijk al aangegeven. Hè. Ik bedoel, daar zit natuurlijk best veel in dat je na 12,5% terug kan. Zeker in de combinatie met de hybride warmte natuurlijk heel goed daarin te doen. Maar ook die minder starts. En dat betekent dat je minder maintenance hebt. Je bent beter voor het milieu eigenlijk en ook de prestaties natuurlijk. En ook niet te vergeten natuurlijk die automatische verbrandingsgascontrole. Hè. Zorg ervoor dat het optimaal blijft. Ook als er straks eventueel wat variaties gaan komen in die gaskwaliteiten, dan wordt dat automatisch bijgerekend. Dus kort gezegd, diepe modulatie, een hele belangrijke variant als gaat om de prestaties. Betrouwbaar, ja, we hebben hem al heel even genoemd, hè. Die roestvrij stalen wisselaar. Het is dezelfde wisselaar als ook van de Avanta Ace, maar de voorplaat niet. Die voorplaat is specifiek ontwikkeld voor het Cera Ace. En daar zie je eigenlijk dan ook weer de kleine verschillen die erin zitten. Als het dezelfde toestellen waren, hadden we ook dezelfde materialen en dezelfde voorplaten kunnen gebruiken. En dat is niet zo. Dat heeft ook zeker met ook die modulatie te maken. Als je kijkt naar het hydroblok, dat is altijd een dingetje die weer naar voren gaat komen. Ja, maar dat is kunststof. En we weten natuurlijk, Avanta hebben we natuurlijk destijds de metalen varianten daar gehad. En op dit moment is het natuurlijk het kunststof. Maar het is niet het eerste kunststofblok. Je ziet het ook staan. Hè? Meer dan 500.000 toestellen zitten deze hydroblokken in. Het is een building block, zoals wij dat noemen. En natuurlijk wordt in de Avanta Ace wat die gebruikt. En we gaan hem in de Cera Ace gaan we hem ook weer gebruiken. Maar als ik in onze groep kijk, waar heel veel producenten natuurlijk bij inzitten, ja, daar zijn die dingen al zo vaak toegepast. Het is niet het eerste hydroblok. Er zijn er al meer dan 500.000 geweest. En niet alleen die hydroblokken, maar ook als je even kijkt, wij spreken naar sensoren, driewegkleppen,
Oké, die gaan natuurlijk in allerlei varianten. Het zijn niet altijd combiblokken erin. Maar ook in meer dan 100.000 van zulke toestellen zit dat eigenlijk allemaal al in. Dus ja, het is voor ons nieuw. Maar is het echt nieuw? Nee, het zijn al dingen die eigenlijk al een tijdje in die markt zijn. We weten wat ze kunnen. En eigenlijk laten we het maar noemen, zoals dat vaak genoemd wordt, kinderziektes en dergelijke. Die zul je daar niet meer tegenkomen. Ja, en dan krijg je natuurlijk klaar voor de toekomst. Ja, hij is natuurlijk voorbereid op de combinatie met een zonneboiler en ook met een hybride warmtepomp. Beide natuurlijk mooie opwekkers eigenlijk als het gaat. Als je kijkt naar de diepe modulatie, heb je dus het optimale rendement van het hele toestel. Dus ook daar zit je heel goed mee. En als ik verder ga kijken, een standaard geleverd met de zonneboilerregeling die in het toestel zit. Maar er zit ook een buitenvoeleraansluiting op. Je kunt ook nog steeds gebruik maken om een buitenvoeler te pakken en dan via de zogenaamde stooklijn inderdaad te gaan werken. Ja, hij was natuurlijk altijd op het einde 20% waterstof bijmengen in het aardgas. Al die toestellen die zijn er geschikt voor om dat inderdaad te gaan doen. Dus mag het zijn dat de overheid zegt we gaan inderdaad over naar minder aardgasgebruik door waterstof aan het aardgas toe te voeren. De toestellen zijn er voor geschikt. En dan de benodigde ruimte. Ja, dat is een ding, hè. Je hoort heel vaak dat de mensen dan zeggen, ja, maar ik heb wel gezien dat die Terra Ace Medic is er wel een heel stukje groter als die Terra Ace. Maar is dat zo? Klopt, hè. Je ziet de afmetingen zie je erbij staan. Hij is 700 mm hoog, terwijl de Terra Ace maar 554 is. Maar eerlijkheidshalve gebied wel te zeggen dat bij de Terra Ace Medic wij geen enkel uitstekend deel hebben zitten. Alles zit binnen de bemanteling. En als ik bij de Terra Ace kijk, ja, dan heb ik daar nog steeds onder zitten een aansluitbox en ook nog een sifon. En als ik dat meetel, dan moet ik er 180 mm bij opzetten. En dat betekent dat ik op 734 mm uitkom. Dus is die langer. En dan heb ik het nog niet eens over dat de sifon ook nog een keer onder het toestel vandaan moet komen als die ergens in een krappe ruimte of een kastje zou hangen. En als je dan naar de breedte kijkt, 395 mm bij een Terra Ace Matic. En hoeveel millimeter heb ik nodig om te servicen? Slechts 5 mm. Dus dat betekent dat die in totaal 400 mm zal zijn. Maar als ik naar die Terra Ace Matic kijk, dan zie je 368 mm. Alleen ik moet er van de zijkant wel bij kunnen. En dat betekent dat ik 45 mm aan iedere kant nog nodig heb. En dan kom je 458 mm. Dus als je heel goed kijkt, dan lijkt die groter, maar als je netto gaat zien, is die kleiner. Dus het is een grotere behuizing, maar je hebt minder ruimte ervoor nodig. En dat is even de kwestie van de spiegeling aan elkaar, hoe dat inderdaad precies zit. Even wat technische uitvoering en wat specificaties. Hij wordt geleverd in 3 varianten. Alleen in combisystemen. Een CW3, een CW4 en een CW5. De CW4 en de CW5 ook als combi-comfortsysteem met e-twist. Daar bedoelen we dat eigenlijk de e-twist verpakt zit in de doos van de CW4 of de CW5. En als je dan gaat kijken, dan zie je dat je voor een hele schappelijke prijs eigenlijk zo'n e-twist erbij kunt krijgen. Dus dat is combi-comfortsysteem. Maar als je kijkt naar de tapwaters, ja, dan zie je dat er tegenwoordig iets anders wordt aangeduid dan dat we in het verleden waren. Toen zagen we altijd 60 graden, 45 graden. Nu praten ze over delta T. Ik heb een delta T van 50 en ik heb het er maar even ondergezet. Onder normaal gesproken omstandigheden gaan we met 10 graden gaan we naar binnen toe. Met 60 graden zou dat uitkomen. Het gaat dus echt om de delta T. En daarmee voorkom je dat vroeger die vraag nog wel eens was. Ja, maar het is geen 60 graden. Nee, dat klopt omdat het water wat binnenkwam 7 graden was. Dan kwam je ook met 57 graden kwam je er weer uit. Die delta T van 50, dat is eigenlijk, laten we zeggen, de oude 60 graden lijn. Dan zie je dat afgerond 7 liter, 8 liter en 10 liter van de respectievelijk CW3... de CW4 en de CW5. En dat betekent dat het hele mooie en nette liters zijn die je dan gaat doen. Kun je met een kleiner gedeelte tegen de voeten, zie je dat de liters natuurlijk uiteraard wat omhoog lopen. Maar nogmaals zeggen, eigenlijk voor dit toestel gezien eigenlijk een hele mooie en een nette score. En ja, wanneer is die dan beschikbaar? Nou, je ziet het eronder staan. Dat betekent eind juni. Dus zodra als de zomer straks goed op gang is, dan zijn de toestellen inderdaad dus via de groothandel ook inderdaad leverbaar. Ja, dan hebben we nog even accessoires, maar voordat ik daarmee ga beginnen. Volgens mij hadden we nog een polvraag die we nog graag even erin zouden willen gooien. Dus kijk even naar Rick. Ja, dat klopt inderdaad. En we willen eigenlijk heel graag van u weten, wat vind je nou echt belangrijk aan een ketel? Dus die polvraag die staat nu in beeld. Tegelijkertijd heb ik nog even een vraag aan jou, Dikke. Je had het net over de toekomstgerichtheid van de ketel. Want tegelijkertijd denk ik van ja,
Hugo de Jonge heeft gezegd, vanaf 2026 dan mogen er eigenlijk helemaal geen ketens meer verkocht worden. Kun je daar een paar woorden aan wijden? Hoe zit dat precies? Ja, kijk, Hugo de Jonge die zegt wel vaker wat, hè? Dat weten we met elkaar, maar hij bedoelt het altijd vaak niet zo. Kijk, dat je dat niet meer mag verkopen, dat is niet waar. Die ketels die blijven voorlopig nog en die zullen eigenlijk in de lengte jaren zal dat blijven. Alleen hij heeft er wel iets bijgemaakt. Hij zegt, het moet wel een onderdeel zijn van een duurzame installatie. Dus alleen een cv-ketel kopen en plaatsen, dat mag dan niet meer. Je moet het dan eigenlijk in een combinatie, bijvoorbeeld van een warmtepomp, en dan kun je een hybride combinatie van gaan maken. Dus toestellen, gastoestellen geven, die mogen zeker in de komende jaren mogen die nog gewoon verkocht blijven. Zolang het maar deel uitmaakt van een duurzaam systeem. Van een duurzaam systeem, perfect. Ja, precies. Mooi. Terug naar die polvraag even. Hè. Wat vindt u nou echt belangrijk? En 80% van u vindt betrouwbaarheid, weinig storingen, het allerbelangrijkste element wat opspeelt bij het selecteren van een ketel. En ik denk dat we daar wel een heel mooi antwoord op hebben, betrouwbaarheid. Ja, we hebben net natuurlijk een aantal dingen naar gezien. Hè? Ik bedoel, de onderdelen die erin zitten, die zijn natuurlijk voor ons wel nieuw. Maar die zijn niet echt helemaal nieuw, om het zo maar even te noemen. En je ziet ook wel, dat hebben we in het verleden natuurlijk heel duidelijk ook al meegemaakt. Als je wel eens even spiegelde aan een Avanta, dan zei je, ja, het is gewoon een no-nonsense ketel. Dat was eigenlijk altijd, en als er wat aan was, was het makkelijk te doen. Nou, dat is wel iets wat we natuurlijk steeds meer naar willen gaan streven. Om ook ervoor te zorgen dat die technici die we al missen, dat we die niet onnodig in moeten zetten van zulke soort zaken allemaal. Mooi, hè? Heel veel voordelen. Die betrouwbaarheid, dat spreekt me echt aan. Ik hoor jou ook praten over de geïntegreerde sifon. Door extra mogelijkheden, extra accessoires die we eigenlijk standaard bijleveren. Ja, dan popt er toch meteen een soort van zorg bij me op. Wat doet dat met de prijs? Nou, dat is een goede vraag. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik wist dat je eigenlijk deze vraag zou stellen vanmiddag. Dus ik denk, laat ik even kijken. En ik ben echt geschrokken. Ik pakte die prijslijsten erin. Ik heb ze echt naast elkaar gezet. Die twee. Dit kan nooit goed zijn. Dus ik ben echt bij ons de organisatie ingegaan. Ik heb een aantal mensen helemaal compleet gek gemaakt. Om te zeggen van, klopt dit wel? En uiteindelijk hebben ze mij het gegarandeerd. Ja, wat hier staat klopt. En geloof het of niet. Het is exact dezelfde prijsstelling als het CRA is. Oké. Dus je krijgt er veel meer. Maar dan voor hetzelfde geld. En je weet zeker dat het klopt? Ja, mijn luisteren hebben bij de handen op het hart hebben ze dat beweerd. Dus ja, ik ga ervan uit dat dat zo is. Nou ja, dan in ieder geval voor dus uw bij deze staat kijkers, het vast. Het klopt. Ja, het klopt. Helemaal goed. Mooi. Nou, dankjewel. Dan gaan we weer gauw door met de accessoires die van toepassing zijn, Dick. Ja, we hebben nog een hele lijst met accessoires, wat er allemaal een mogelijkheden is. Natuurlijk zijn er weer de welbekende aansluitbeugels. We hebben de eenvoudige en ook de uitgebreide. De uitgebreide zie je ook even een plaatje van staan. Dat is eigenlijk een complete set. Er zit een gaskraan bij in, daar zit een inletcombinatie bij. Daar zit ook de aftapper zit daarbij in. Maar ook een condensbakje, hè, waar al die watervoerende delen bij elkaar komen. Inclusief het slangetje. Dus kolom gezegd, eigenlijk een hele mooie variant. En de eenvoudige, daar zitten al die accessoires er niet bij. Het is gewoon een hele simpele beugel. Als je hem onder je toestel hebt en je denkt bij jezelf van ja, ik wil toch eigenlijk niet dat de klant het ziet. Of misschien komt de klant zelf wel met het idee. Hebben we ook nog een afdekmantel van metaal die er weer keurig netjes ondergezet kan worden. En dan is die eigenlijk uit het zicht te verdwenen. Natuurlijk kan er ook een buitentemperatuurvoeler op. Straks heel even genoemd om natuurlijk ook weer eens afhankelijk eventueel te kunnen gaan regelen. Een afstandsframe, voor het geval dat de leidingen dus eigenlijk naar boven toe moeten, kun je die achter je toestel langs laten lopen. En we hebben een leidingsset, eventueel beschikbaar ook, zodat je die direct kunt gebruiken. En dan hoef je zelf de bochtjes niet te buigen. Mag natuurlijk wel, maar ja, kan er klaar, is toch wel even wat makkelijker. Dus ook die kunnen we er inderdaad bij leveren. Ja, dan hebben we het expansievat. Het expansievat, wat wij als accessoire kennen, heeft een inhoud van 8 liter. En dat was een hele interessante variant als je natuurlijk wat lagere temperatuursystemen gaat. Maar denk ook even aan de chaletbouw, denk even aan de kleine appartementen, waar eigenlijk wat mindere ruimtes in zitten. Dan kan het soms wel best wel handig zijn dat er zo'n expansievat in zit. En je kunt hem heel makkelijk inbouwen. En uiteraard natuurlijk kun je hem ook weer op dezelfde manier heel makkelijk weer uitbouwen, mocht er een keer wat mee aan de hand zijn. Dat was dan wel eens een dingetje vroeger. Nou, hij zit nu aan de zijkant, dus je kunt hem heel makkelijk eigenlijk plaatsen. En mocht er wat aan de hand zijn, kun je hem ook heel makkelijk eventueel weer vervangen. Ja, wat wij graag willen, dat is dat u eigenlijk allemaal toestellen gaat kopen met een concentrische aansluiting. 6000. Rookgas in de midden en de luchttoevoer er rondomheen. Maar goed, dat zal heus niet altijd kunnen. En je kunt nog steeds apart bestellen. En dat betekent dat u nog steeds 2 artikelnummers kent. Of je koopt hem met een concentrische aansluiting 6000. Of je koopt dezelfde variant met een excentrische aansluiting. 2 verschillende artikelnummers en de keuze is er nog. Maar onze voorkeur gaat uit om steeds meer naar het concentrisch toe te gaan. Die adapters, die concentrische en excentrische, die zijn ook losleverbaar. Dus mocht het zo zijn dat u
op de plek bent en toch nog switcht van het een naar het ander toe, dan kun je inderdaad zo'n losse adapter kun je er ook nog gewoon bij bestellen weer. Maar concentrisch houden we eens in de gang, want dat is toch wel iets wat we heel graag zouden willen. En als we het toch over concentrisch hebben, we hebben ook concentrische korte bochten, zoals we dat dan noemen. Dat betekent dat je direct eigenlijk vanaf het toestel gezien, of naar links of naar rechts, en misschien wel naar achteren kan, misschien weer door de gevel heen. Alleen als je door de gevel gaat, dan zou ik de concentrische geveldoorvoerset pakken, want dan zit die bocht weer in en dan heb je ook gelijk eigenlijk de doorvoer erin zitten. Er is een hydraulische verloopset. Veronderstel, er heeft een CERA-ACE gehangen en die wordt vervangen door een CERA-ACE. Daar kun je met dat verloopsetje wat je daar ziet staan met die 5 leidingjes, kun je eigenlijk weer aansluiten op de bestaande aansluiting wat het CERA-ACE ook heeft gezeten. Maar die aansluitingen die onderaan die het CERA-ACE met ik zitten, dat zijn dezelfde aansluitingen als ook bij de Avanta-ACE. Dus ook in dit geval kun je deze set gebruiken om eventueel ook een Avanta-ACE op die aansluitingen van die CERA-ACE te gaan gebruiken. Dat is een hydraulische verloopset. Een zonneboiler aanzetten. Straks al even genoemd, hè, die tapwatersensor die erin zit, die is natuurlijk om goed te registreren dat we de juiste temperaturen krijgen van de tapwater. Maar die zonneboiler set, dat is dit gedeelte wat je hier ziet staan. Eigenlijk is het gewoon een thermostaatventiel. Die keurig dat je de temperatuur in kan stellen dat we niet meer dan 60 graden in de woning krijgen als de hele hoge temperaturen uit de zonneboiler zouden komen. Maar er zit ook een eigenlijk omschakelventiel bij in. Die staat op 58 graden. En die zegt alles wat hoger dan 58 graden is, stuur ik regelrecht door naar de installatie toe. Oftewel naar een mengventiel in dit geval, thermostaatventiel. En is het lager dan 58 graden, dan laat ik hem door de ketel heen lopen en dan gaan we het keurig netjes naverwarmen. Aansluitset WTW-koppeling. Straks ook al heel even genoemd. Je kunt de toestellen combineren met eigenlijk een WTW-gedeelte. Dat betekent dat je geen dakdoorvoer hoeft te maken. Er zijn twee merken, dat is Brink en Zenig, waar je dat mee zou kunnen gaan doen. En als je wil in het wijsheid kijken, kun je precies zien welke mogelijkheden dat zijn. Dan scheelt hij weer een dakdoorvoer. Een smart service tool. Ja, dit is eigenlijk iets waarvan ik vind dat eigenlijk iedere installateur deze eigenlijk zou moeten hebben. En waarom? Omdat je er heel veel mee kan. Veel meer als wat er op dit moment eigenlijk ook al gedacht wordt. En wilt u daar meer van weten op een gegeven moment? Ik zou zeggen, nee, kom een keer op een van onze trainingen. Want ook voor de CERA-ACE Matic gaat die natuurlijk zo meteen komen. En dan zullen we u vertellen waarom, of dat allemaal zo interessant is. De aansluitingen liggen wat verdiept. Degene die Avanta-ACE hebben gedaan, die hebben dat al eens meegemaakt. We hebben daar eventueel een hulptool voor, zodat dat makkelijker is om de koppelingen daarmee aan te draaien. Nou, die hebben we hier ook voor. Kom je op een CERA-ACE met de training, krijg je er eentje van ons gratis. Servicekoffer, zometeen beschikbaar voor het toestel. Uiteraard natuurlijk al die ruimteregelaars die we kennen, als de E-Twist, de ISIS, de Q-Sense, maakt niet uit. Maar ook een willekeurige andere regelaar zou erop kunnen, als het open term CQ aan uit is. En dan die Gateway 30. Nou, hier zie je mijn weg eigenlijk even zitten. Dat is dus dat apparaatje gegeven waar we via GPRS dus een verbinding kunnen gaan maken met u. Om te vertellen als er dus inderdaad misloopt en die kun je er weer aansluiten. Kun je er netjes op dat aansluitblokje wat er onderin zit, die plug-and-play connector. Ja, wat zijn dan de voordelen eigenlijk voor jouw klant? Gegarandeerd een hoog rendement vanwege die diepe modulatie. Zekerheid. Altijd optimaal afgesteld. En klaar voor de toekomst, omdat die bij uitstek geschikt is natuurlijk voor de hybride combinatie met een hybride warmtepomp, maar ook met de bijmenging van eventueel van die 20% waterstof. Ja, en dan ben ik eigenlijk terechtgekomen op een stukje van samengevat, maar dan kijk ik even naar Rick toe, want volgens mij op een gegeven moment kun jij er nog een paar hele mooie dingen over vertellen. Ik ga een poging doen, Dick, wetende dat ik jou niet ga overtreffen. Ten eerste complimenten. Er is echt ontzettend veel nieuws langsgekomen in de laatste 45 minuten. En daar ben ik echt wel weer van onder indruk. Ik wil er heel kort nog even bij stilstaan. Niet voordat ik u heb gevraagd om nog de laatste polvraag in te vullen. En die gaat over de vraag van, joh, wat heeft u nou meegenomen uit dit webinar? Wat is eigenlijk de belangrijkste eigenschap van het CERA-ACE Matic waarvan u denkt van, hé, dat heeft voor mij echt toegevoegde waarde. En ik merk al dat wat u tot nu toe ingevuld heeft, servicevriendelijkheid echt wel als een belangrijk issue wordt gewaardeerd. En ook de uitwisselbaarheid van onderdelen, wat eigenlijk ook wel weer overeenkomt met servicevriendelijkheid wat mij betreft. Als ik kijk, ja, wat heb ik nou meegenomen uit het webinar? Ik heb weer ontzettend veel geleerd, dat sowieso vandaag, Dick. En wat mij ontzettend aanspreekt is die diepgaande modulatie, wat mij betreft
deze ketel ontzettend geschikt maakt om te combineren met hybride warmtepompsystemen. En ik vind ook eigenlijk dat als u uw klant vraagt, joh, bent u voornemens om uw systeem binnenkort of op langere termijn uit te breiden met een hybride warmtepomp, ja, dat Serra-Ace-Matic eigenlijk de enige oplossing is die je zou kunnen bieden, of in ieder geval de meest waardevolle oplossing. En dat geldt dan voor die diepe modulatie, maar eigenlijk voor alles wat met energiezuinig te maken heeft. Want dan kom ik ook even op het zelf instellend en elektronisch gasluchtsysteem waar Dick het verhaal mee begon. Wat leidt tot extra veiligheid, tot extra comfort, maar zeker ook tot energie-efficiëntie. En dat gecombineerd met die diepe modulatie en die ingebouwde componenten maakt toch wel dat iets Serra uniek is en zich onderscheidt van alle andere producten, waaronder dus ook van de Avanta Ace. Componenten geïntegreerd, plug-and-play connector, zodat u ook het toestel kan uitlezen zonder dat de mantel eraf gehaald hoeft te worden. Dan hebben we het echt wel over een uniek toestel met als voordeel voor u de makkelijke en snelle installatie. Extreem servicevriendelijk, dat wordt erg gewaardeerd, merk ik ook in de uitkomst van de poll. Optimale prestaties door die energiezuinigheid en door die diepgaande modulatie, wat nogmaals het toestel extreem geschikt maakt voor de combinatie met hybride warmtepompsystemen. En dat bij elkaar maakt wat mij betreft dat het toestel ontzettend klaar is voor de toekomst. En als we het erover hebben, Dick, klaar voor de toekomst. Ik vind dat jij ook klaar bent voor de toekomst. Hoe zie je de toekomst tegemoet? Ook als het gaat om trainingen. Zijn mensen welkom om bij jou een training te volgen? En kijk je daarnaar uit? Ja, zeker. Zeker. Kijk, kennis is macht, zeg ik altijd maar. En dat betekent toch even, dat kun je eigenlijk alleen maar opdoen als je een keer een van de trainingen gaat volgen bij ons. We weten op dit moment dat het ontzettend druk is, omdat er natuurlijk heel veel vraag is in die markt. En toch zullen we ze ook nog de mogelijkheid zien om tussendoor nog even een aantal data te pakken, zodat we in ieder geval ook jullie nog op die Serra-Ace-Matic natuurlijk mee kunnen gaan nemen. Dus kijk even op de website bij Remea, www.remea.nl. En dan onder het kopje van de trainingen, daar kun je allemaal zien wat er op dit moment eigenlijk allemaal beschikbaar is. En voor degenen die het nog niet weten, wij doen natuurlijk trainingen in Apeldoorn. Maar er zijn ook eventueel mogelijkheden om trainingen op locatie te gaan doen. En ik zeg, als dat zo is, stuur gerust even een mailtje. En dan kan het makkelijkst even naar servicetraining@remea.nl. Simpeler kan het niet. En dan gaan we kijken wat we voor u kunnen gaan betekenen daarin. Dankjewel, Dick. En zoals al gezegd, vanaf eind juni beschikbaar bij alle gangbare groothandels zoals u die kent. Wilt u meer informatie, zoekt u contact met uw accountmanager. Dan kunt u nogmaals alle vragen stellen die u heeft. En dat is ook eigenlijk waar ik het bij wil laten. Voor nu ontzettend bedankt weer voor uw aandacht. En hopelijk zien we heel gauw terug bij een volgend webinar. Dank u wel.